Oud-voetballer Gerald Vanenburg uit Eindhoven wordt verdacht van het bedreigen van zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend. Ook zou hij één van hen hebben geslagen. Vanenburg speelde onder meer voor PSV, Ajax en het Nederlands elftal en zijn bijnaam was Vaantje. Op onze nieuwsredactie daar is collega Martijn de Graaf. Ja, Martijn, wat is er precies aan de hand? Begin mei kreeg de politie een melding van vernieling en bedreiging. En toen is er in de Eindhovense wijk Stratum een man opgepakt. Hij zou de ruiten van het huis van zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend ingegooid hebben. Zou ze hebben bedreigd en zelfs met de dood. En naar nu blijkt gaat dat dus om Gerald Vanenburg, de oud begenadigd voetballer uit de lichting van 1988. Met onder andere Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman, noem ze allemaal maar op. Hij was erbij toen PSV haar grootste triomf ooit behaalde. Het winnen van de Europa Cup 1 in 1988. Speelde ook alle wedstrijden van het gewonnen EK in dat hetzelfde jaar in 88. En nu wordt hij dus verdacht van vernieling en bedreiging van het huis van zijn ex-vrouw en haar man. Ja, Martijn, wat heeft hij gedaan toen hij, nadat hij stopte als profvoetballer? Hij kreeg bij PSV nog in zijn actieve periode een contract voor het leven. Zo begenadigd was hij. Dat verruilde hij 4 jaar later voor een contract bij het Japanse Jubilo Iwata. En daarna is hij trainer geworden. Jeugdtrainer, maar ook trainer bijvoorbeeld van FC Eindhoven. Een aantal jaar geleden nog. En daar zien we eigenlijk de laatste actieve beelden van hem. Hij krijgt het aan de stok met FC Emmen-speler Frank Broers. En hij slaat hem zelfs. Ja, ik zie het op de beelden inderdaad. Wat gaat er nu met Vanenburg gebeuren, Martijn? Hij is begin mei aangehouden, is verhoord en naar alle waarschijnlijkheid zal hij voor de rechter moeten verschijnen om tekst en uitleg te geven. En tot die tijd zal hij verdachte blijven.